In mijn klas zitten leerlingen van verschillende achtergronden. Ik heb bijvoorbeeld leerlingen die bewust kiezen voor een BSO-richting. Ook leerlingen die door het watervalsysteem in het BSO terechtkomen. En dan zijn er bijvoorbeeld ook leerlingen die door een moeilijke thuissituatie in BSO komen. Het Arrief Onderwijs helpt bij differentiëren. Voor mijn lessen PAV is dat een heel handige tool. Je kan inspelen op de actualiteit. Je kan bijvoorbeeld ook inspelen op bepaalde thema's. America first. Op 13 augustus 1996 krijgt het kwaad een gezicht en een naam. Mark Dutroux. Voor mijn les nu werk ik rond HIV en AIDS. Ik ben op zoek gegaan naar een bruikbaar fragment. En op basis van wat er in het filmpje komt, heb ik twee opdrachten gemaakt. Een opdracht die wat meer gestuurd is en een andere opdracht waarin de leerlingen wat vrijer en losser te werk kunnen gaan, die minder sturing nodig heeft. Jullie bekijken het fragment en jullie gaan op zoek naar de antwoorden op de vragen die op de opdrachten staan. De opdracht vinden jullie op Smart School bij Taken. Start, veel succes. In de les probeer ik dat te coördineren, meer als begeleider, om ervoor te zorgen dat iedereen toch die opdracht tot een goed einde kan brengen. Mag ik zien wat je al hebt? Dan moet je op de goede weg bent. Ja, is goed. Archiefonderwijs is heel goed bruikbaar ook voor afstandsonderwijs. Voor de vorige lockdown was dat moeilijker, omdat de leerlingen zelf geen toegang hadden tot de filmpjes. Maar sinds maart kan je als leerkracht een opdracht aanmaken waarin je de link van het filmpje plaatst en eventueel een link naar de opdracht, bijvoorbeeld een boekwidget of een Google Docs of iets anders. Die link kan je dan kopiëren naar Smart School bijvoorbeeld. De leerlingen hebben er eigenlijk maar op te klikken en hebben toegang tot jouw filmpje en tot de opdracht. Dus heel makkelijk inzetbaar, ook bij afstandsonderwijs.